Een speciale bijeenkomst vanmiddag in het provinciehuis in Middelburg. Commissaris van de Koningin Carla Peijs ontving 25 bijzondere Zeeuwen die dit jaar een uitzonderlijke prestatie hebben verricht. Opvallende afwezige was wielrenner Johnny Hogerland. Trainer Gerard de Nooier kwam namens de Zeeuwse sportploeg van het jaar JVOZ D1. Kijk, je wordt nu een zonnetje gezet en dat is voor ons, wij zijn met z'n tweeën, dat is voor ons heel bijzonder en dat geeft wel een goed gevoel. Ook bierbrouwer Kees Bubberman was blij verrast met zijn nominatie. Ja, hartstikke leuk. Dat je, ja, het is toch erkenning dat je iets doet voor Zeeland en met water. En dat draait het dit jaar om.